Mol Recap, aflevering 4. Week 4, de kandidaten bleven kalm, uiteraard, toen bleek dat ze mochten racen zoals in... Eerst moesten ze wel bananen grijpen en Michael leerde alles over waterpijpen. Senne reed op dat parcours in volle vlucht en Gilles stak zijn vingers enthousiast in de lucht. Helaas werd er gesluikstort bij momenten en er was veel testosteron aanmaak bij de venten. Dus toen Dina de race graag in zijn team ontspande, heel plin met plezier, want... Ik doe wel veel mannen dingen met mijn handen. Vooral Bernard was Lien dankbaar toen. Want thuis moet je altijd zelf doen. De vierde week is nu gedaan. Coco die moet naar huis gaan. Ze sprak zeer deftig Spanjool. Hoe dan, André? Maar ze is dus niet de mol. De dag erop geen pizza's met ananas. En ook niet Coco's favoriete fruit. Bananas. Ze moest een goed pizza smijten, liefst minstens 11. Ben je daartoe in staat? Wat denk je zelf? Die stapels waren omvangrijk, dat was... Heel belangrijk. En eigenlijk feitelijk was dat proeven... Ook heel belangrijk. Al lukte dat soms niet. Dat is salami. Ja. Maar hier werd wel goed gespurt en trouwens... Weet je dat ik heel gewoon kip kan nadoen? Dat was echt absurd. En dan het deel waar ik het niet graag over heb, want nadat Gilles stond te zwaaien met... De pizzaschip. ...werd de test gehackt. Hallo? Op het dark web. Nu geen probleem voor Coco, want... Ik denk dat ik 20 op 20 heb. De vierde week is nu gedaan. Hoe dan, André? Dat heb ik niet verstaan. Coco sprak deftig Spanjool. Maar ik ben dus niet de mol.